Hallo hallo en welkom bij deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik mijn laatste zwangerschapsupdate voor jullie. Mocht je vandaag voor het eerst kijken en niet weten wie ik ben, mijn naam is Jorike en ik maak op dit kanaal onder andere zwangerschapsupdates op dit moment. Ik ben nu hoogzwanger en de bevalling is er bijna voor mij. Nu jullie dit zien, ben ik inmiddels bevallen en dat geeft mij ook nu wat meer vrijheid om wat meer te vertellen. Omdat ik natuurlijk een geplande keizersnee krijg voor degene die het nog niet wist. En ik de datum en dergelijke natuurlijk allemaal nog niet met jullie gedeeld had en ook überhaupt niet gedeeld had. Dus daar wil ik nu wat meer over vertellen. En ik heb even het een en ander in mijn telefoon opgeschreven, want ik merk nu ik hoogzwanger ben dat ik gewoon super vergeetachtig ben. Dus een beetje snel mijn draadje kwijt ben, zeg maar. En ik wil niet dat dit weer een hele lange update wordt, want daar ben ik nog wel goed in, zoals je misschien inmiddels wel weet. Goed, ik heb wat verschillende onderwerpen die ik met je wil bespreken dus. En ik hoop dat je er zin in hebt en dat je het leuk vindt om mijn laatste zwangerschapsupdate te zien. En uiteraard zal ik na de bevalling nog wel een beetje vertellen over de laatste dagen voor de bevalling. En de bevalling zelf ga ik waarschijnlijk ook nog wel over vertellen. Daar heb ik natuurlijk ook eerder al wel over verteld over mijn vorige bevalling. En deze hele zwangerschap heb ik natuurlijk ook voor alles verteld over hoe ik daar nu naar kijk en op terugkijk, zeg maar, mijn eerste bevalling. En de therapie die ik heb gehad, dus ik denk dat het, als het moment daar is, als het goed voelt voor mij, dat het ook wel een moment komt waarop ik weer de nieuwe bevalling met jullie ga delen. Mocht je voor dit moment willen weten hoe het met mij gaat en hoe de baby heet en dergelijke en dat allemaal nog niet gezien hebben, check dan even mijn Instagram. Want daar zal ik het onder andere al gedeeld hebben. Wanneer de eerste video met de baby komt, weet ik nog niet. Want ik heb een heel aantal video's in het voordeel opgenomen. Zodat ik wel wat leuke content had voor jullie, wat leuke video's. Hoop ik althans dat jullie het leuk vinden. Maar niet te druk heb of ervaren om gelijk weer van allerlei video's te maken. Het is natuurlijk gewoon mijn hobby, dit YouTube kanaal. En ik vind het super leuk om te doen. Ik merk dat er veel views zijn de laatste tijd van mijn kanaal. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik neem jullie graag mee in dit avontuur. En jullie gaan zien zodra er weer meer online komt over de baby. Nou, waar ik graag mee wil beginnen is natuurlijk de harde buiken. Want in de laatste update heb je gezien dat ik opnieuw in het ziekenhuis terecht kwam. Omdat ik veel harde buiken had. En er dus een kans was dat de weeën gingen beginnen. En daarmee dus de bevalling zou starten. En ik dus direct een keizersnee zou moeten krijgen. Omdat ik dus geen weeën mag krijgen. Nou, gelukkig gaat het inmiddels daarmee een stuk beter. Ik heb inmiddels zwangerschapsverlof natuurlijk. Een aantal weekjes inmiddels. En sinds mijn verlof voel ik mij een stuk beter. Ik kan op de dagen dat ik normaal dus werkte, ik werk normaal 3 dagen in de week, ik heb een kantoorbaan. En op die 3 dagen dan kan ik het nu gewoon rustig aandoen en ook gewoon mijn huisje een beetje bijwerken. In de nesteldrang die ik natuurlijk ervaar, maar daar vertel ik zo meteen wel meer over. Maar ook gewoon echt mijn rust pakken en tussendoor even gaan liggen of gaan zitten als het nodig is. En daardoor lukt het gewoon wat beter ook op de dagen met Max. Dus dat is heel fijn. Max gaat gewoon op die dagen naar de kinderopvang. Net als dat hij dat normaal doet. Dus voor hem is het niet anders dan wanneer ik gewoon aan het werk ben. En op vrijdag gaat hij altijd naar mijn moeder. En dat is ook nog steeds hetzelfde. Dus eigenlijk gaat het met de harde buiken best goed. Ik heb uiteraard wel elke dag nog. En het is er wel, maar het gaat echt veel beter dan dat het ging. Dus ik heb nu de bevalling natuurlijk heel dichtbij is. Heb ik wel de stiekeme hoop dat het gewoon rustig blijft. En ik gewoon dus de geplande datum aan kan houden. Nou, wat is dan die geplande datum? Dat weet ik inmiddels natuurlijk al bijna een maand. Maar ik ga bevallen als het allemaal goed gaat. Want you never know, we hebben nog een paar dagen. Op 19/3/19. En dat is de datum die ik al vanaf het begin af aan in mijn hoofd had. En ik vind het echt eigenlijk wel heel erg leuk dat het die datum dus nu ook wordt. En waarom? Nou, ik ben natuurlijk op 30 maart uitgerekend. Dus dan ben ik 40 weken. En gezien ik natuurlijk naar Amsterdam ging in verband met die niche en ik die controles allemaal had, had ik al gehoord dat het waarschijnlijk rond 38 weken zou zijn. Nou is de 30ste op een zaterdag, dus 38 weken is ook op een zaterdag. En geplande keizersnee plannen ze niet in het weekend. Dus dan zou het de maandag worden, de 18e. En dan heb ik mijn gynaecoloog gevraagd of het heel erg is om die ene dag later te doen.
Kijk, als ze hadden gezegd van nee, dat is gevaarlijk en dat moeten we niet doen, dan gaan we liever de vrijdag ervoor zitten, was dat natuurlijk ook helemaal prima geweest. Maar dan was ik dus 37 weken en 6 dagen. En nu ben ik dan dus, even kijken, 38 weken en zaterdag, nee, dus zondag, maandag, dinsdag dus, en 3 dagen. 38 weken, 3 dagen. Wanneer de baby komt. Dus ja, en ik vind het wel een mooie datum, 19/3/19. Ja, dus dat voor wat betreft de datum. Maar goed, inmiddels is die datum natuurlijk al gepasseerd als je dit ziet. Dus nou ja, ga je zien of het ook echt die datum is geworden dat de baby geboren is. Nou, even kijken. Oh ja, wat ook nog wel leuk is om even in dit sfeertje verder te gaan. Is ik heb wel heel bewust nog gekozen om wat leuke dingen te doen ook in mijn verlof. Tijdens mijn vorige zwangerschapsverlof ben ik met mijn moeder een nachtje weg geweest hier in de buurt. Dat was, volgens mij was ik toen 37 of 38 weken zwanger. Alles was echt helemaal op het einde. En deze keer wou ik dat graag ietsjes eerder. Ook omdat ik natuurlijk niet ja, of weet dat de baby eerder zou komen. Dat wist ik natuurlijk al heel erg lang. En nou ja, het allemaal gewoon deze keer wat zwaarder was dan de vorige zwangerschap. Dus zodoende dat wij dat wat eerder hebben gepland. Deze keer gingen we met 34 weken nog een nachtje weg. Mijn moeder en ik. En daar heb ik een klein stukje opgenomen. Goedemorgen. Wij zijn lekker wakker geworden in Doesburg. En we zijn in een hele leuke Airbnb. Wij zijn, mijn moeder en ik. Wij zijn nog lekker, nu ik 34,5 week zwanger ben, in een nachtje weggegaan in een Airbnb dus. En het ziet er zo leuk uit, wil ik jullie graag even laten zien. Het was dus echt een super leuke Airbnb, zoals je wel kunt zien. Het was, zag er echt heel schattig uit. En nou ja, ik ben wel heel blij dat we daar nog even naartoe zijn gegaan. Gewoon even 2 dagjes lekker met z'n tweetjes zijn. En ja, gewoon gezellig. We zijn nog bij Bellyprint ook geweest in Arnhem. Want ik wou heel graag een afdruk maken van mijn lichaam, van mijn buik. Omdat het waarschijnlijk de laatste keer is dat ik zwanger ben. En ik het heel mooi vind om een herinnering nou ja, daar aan te hebben. En daarom kozen we voor Doesburg, want Doesburg ligt natuurlijk dichtbij Arnhem. En Arnhem ken ik zelf iets beter, want daar kom ik wat vaker, daar ben ik al vaker geweest. En mijn moeder had het over dat Doesburg een heel mooi stadje zou moeten zijn, dus we zijn daar geweest. Dus eerst naar Arnhem voor de bellyprint en daarna door naar Doesburg, lekker even in de Airbnb geweest. En we hebben nog lekker even gewandeld door het stadje. Heel mooi oud centrum. En ja, zag het echt leuk uit. Lekker gegeten daar. Lekker gedronken. Nog in een cafeetje. In het oudste café van Nederland geweest. Nog de Waag in Doesburg. Was ook heel erg leuk. En ja, gewoon gezellig nog spelletje gedaan die avond. En lekker gekletst. Heel veel gekletst met mijn moeder. En de volgende dag zijn we nog wat foto's wezen maken. Ook bij de IJssel. En als je me volgt op Instagram, zul je daar het een en ander van gezien hebben. Maar ja, het was gewoon echt heel erg leuk. Gewoon een leuk dagje uit met mijn moeder. Of eigenlijk 2 dagjes dus. En ja, het was echt genieten. En om bij dat soort genietdingen even te blijven. Ik heb nog op de planning voor binnenkort dat ik nog een lekkere gezichtsbehandeling ga nemen bij Petra. Onder het mom van, nou ja, hè, nog 1 keer voordat de baby er is. En nou ja, voorlopig ga ik dat daarna ook waarschijnlijk niet meer doen. Ik doe dat sowieso niet met echt een vaste regel, maar gewoon af en toe een keer jezelf verwennen is natuurlijk wel fijn. Dus dat vond ik nu nog wel een mooi moment voordat de baby komt. En een zwangerschapsmassage heb ik ook nog. Dus dat heb ik nog nooit gedaan. En ik dacht, weet je wat, dat ga ik gewoon een keer doen. Ik ken iemand via die dat soort massages geeft. En ik was heel benieuwd. Dus bij de sauna of iets dergelijks heb ik wel vaak een massage gehad.
Maar niet tijdens de zwangerschap. Dus ik dacht, nou, hè, ik mag nog één keer mezelf verwennen voordat die baby komt. En dat ga ik dus ook nog doen deze week. Dus ja, helemaal fijn. En ook gewoon fijn om even, nou ja, heel bewust nog te zijn van de zwangerschap. En van het moment met Max merk ik dat ik daar heel erg mee bezig ben nu. Omdat hij natuurlijk, nou ja, zometeen niet mijn enigste kind is. En nou ja, hij zijn aandacht moet verdelen. Of wij onze aandacht moeten verdelen tussen hem en de baby. En nou ja, nu neem ik gewoon net wat meer tijd om met hem te spelen. En wat meer aandacht aan hem te geven. En nu ik verlof heb, kan dat ook. En ik merk dat ik dat fijn vind. Dus eigenlijk ben ik alom gewoon echt, ja, heel vrolijk en rustig. En voel ik me echt een heel stuk beter dan een aantal weken geleden. En ik denk dat dat ook heel erg helpt bij het nou ja, verminderen van die harde buiken. En dat het gewoon nou ja, een stuk beter gaat met mij nu. Dus daar ben ik heel erg blij om. Wat ik wel merk is dat ik heel erg de nesteldrang heb. En dat zul je ongetwijfeld ook gezien hebben op mijn kanaal. Ik upload natuurlijk wel vaker huishoudelijke routines en dat soort video's. Omdat ik het gewoon leuk vind om te maken. Maar ik heb nu ook echt wel een aantal shoplogs opgenomen. Om gewoon even alle spulletjes in huis te hebben die ik denk nodig te hebben. Maar ook nou ja, hè, de nesteldrang video's. Nou weet ik niet precies in welke volgorde alles online komt. Dus het kan ook zijn dat dat nog komt. Maar ja... Ik ben dus nu op dit moment ook nog bezig met wat dingetjes in huis. En neem daar ook af en toe wat van op voor jullie. Gewoon omdat ik dat leuk vind. En omdat ik het leuk vind om dat te delen. En vervolgens nou ja, te editen en daarna te delen, bedoel ik. Dus dat merk ik wel. Ik heb heel erg de behoefte om lekker het huisje schoon te maken. En alles klaar te maken voordat de baby komt. Maar anderzijds heb ik ook wel echt de behoefte om rust te nemen. En nou ja, die fijne ontspannen dingen te doen zoals ik net noemde. Die uitjes en dingen. En bewustheid met Max besteden, met Michael, met nou ja, vrienden, familie iets minder. Want dat hebben we in de afgelopen periode al gedaan. Ik ken nu meer naar mezelf en naar, nou ja, in huis, zeg maar. Dat vind ik heel erg fijn. Maar ik ben ook gewoon af en toe heel lusteloos. Ik heb gewoon geen zin om wat te doen. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje moe en wil graag op de bank liggen. Dus het heeft echt twee kanten, merk ik. En dat vind ik soms wel lastig. Want dat is dan een beetje zo'n battle in jezelf, zeg maar. Terwijl ik me wel heel goed voel als ik van alles heb gedaan. Want laatst heb ik helemaal de badkamer schoongemaakt voor 2 weken geleden. En helemaal gepoetst van boven naar beneden en echt heel grondig. En daarna voelde ik me zo goed. Ik dacht, oh lekker, alles weer klaar en fijn. Dus dat is een beetje een strijd af en toe. Maar dan goed, dat hoort er ook wel een beetje bij. En dat heeft natuurlijk ook allemaal weer met die hormonen te maken. Dus dat is wel heel grappig. Maar nou ja, dat is dus ook iets wat op dit moment nog speelt. Ja, en waar we nog even wat aandacht aan moeten besteden is het geboortekaartje. We hebben het geboortekaartje al uitgezocht uiteraard. Of uiteraard, maar ja, die hebben we al uitgezocht. Alleen ik wil de tekst nog even afmaken voordat de baby komt. Dus moet nog even. Maar want we hebben bij Max een geboortekaartje gedaan. En daar stond ook een tekst van een liedje op. En dat was het liedje in mijn zwangerschap wat mij heel erg raakte. Wat heel erg bij die zwangerschap hoorde. En ditmaal hebben we niet echt een zwangerschapsliedje, om maar even zo te zeggen. Maar zijn er gewoon een aantal nummers die wij heel mooi vinden, waarvan ik dus graag een stukje tekst zal gebruiken. Maar nou ja, dan moet je een keuze maken, omdat je natuurlijk niet alles erin kan zetten. Dus dat moeten we nog even doen. Maar goed, dat komt ook helemaal goed. Dus dat is ook nog iets van nu. En ja, zoals ze zeggen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Nou, dat is natuurlijk wel gewoon zo. Ik voel me heel goed, heel fijn zoals ik al zei. Alleen, ja, het wordt wel gewoon zwaarder. Die buik is dik, die zit in de weg en... op zich heb ik helemaal niet zo'n hele grote buik, hoor. Dat valt echt reuze mee. Maar je merkt gewoon dat ja, dingen oppakken van de grond is wat minder handig als je wat laat vallen. Schoenen aantrekken, überhaupt jezelf aankleden is allemaal... Het gaat allemaal net iets langzamer en iets moeizamer. En nu ik een beurt heb rondlopen, moet ik natuurlijk wel wat... maar dan ben je gewoon wat meer in beweging, vooral op die dagen met hem. Dat het gewoon soms wat onhandig is nou ja, dat ik hoogzwanger ben. Maar goed, dat hoort erbij. En ik doe het met liefde, want ik vind het zo mooi om zwanger te zijn. En ik geniet echt heel bewust ook nog van nou ja, de bewegingen en de schapjes en de trapjes in mijn buik. En ik weet nu dat ik dat gewoon de vorige keer heel erg gemist heb toen de baby in me geboren was. Hè? Dus toen Max geboren was. Dus ik verwacht ook dat ik dat deze keer weer zal missen. En daarom probeer ik daar heel bewust nog van te genieten. Net als van het... ja, überhaupt van de dikke buik en nou ja, van de tijd met Michael en Max. Ja, omdat het wel gewoon de laatste dagen met z'n drietjes zijn. En nou ja, vind ik gewoon fijn om daar bewust mee bezig te zijn. Dus daarmee wil ik dan ook eigenlijk graag deze video afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om mijn zwangerschapsupdates te volgen. En ik hoop uiteraard ook dat je mij blijft volgen zodra de baby er is.
Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog, zou ik heel tof vinden. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je dan even en dan zie je vanzelf wanneer de nieuwe video's online komen. En ik dus ook wat over de baby zou gaan plaatsen. Ik kijk er echt heel erg naar uit, naar haar geboorte. Niet zozeer naar de geboorte zelf, dus naar de bevalling. Want dat vind ik toch wel spannend, omdat het natuurlijk een geplande keizersnee is. Maar ja, wel hoe ziet ze eruit en hoe zal het zijn met de viertjes. En natuurlijk wordt het best zwaar en vermoeiend en gebroken nachten, al die dingen. Dus, lang genoeg gekletst. Ik ben heel benieuwd naar ons meisje. En zodra ik eraan toe ben, zullen jullie meer ook over haar zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.